staan hier langs het Kantkanaal bij palen 83, een van de 24 openbare lichtplaatsen in het havengebied waar heel veel boord-boordoverslag plaatsvindt. Het bijzondere aan deze palen is dat ze een autonome energievoorziening hebben door de zonne-energie. Dat is eigenlijk uniek in de wereld. Die zonne-energie is nodig voor de werkverlichting, zodat je er ook midden in de nacht veilig op kunt werken. Het werk wat erop plaatsvindt is het binnenhalen van scheepstrossen door middel van lieren. En daar is ook energie voor nodig. We werden in het begin echt voor gek verklaard. Palen voorzien van stroom door middel van zonne-energie gaat je gewoon niet lukken. Gelukkig is de techniek doorontwikkeld en is het wel mogelijk gebleken. En dat is gewoon heel gaaf.